kerst-action snoep dinges video. Wat? Zo erg? Oké. Okay. Ja. Bye bye, Haribo. Hi, welkom weer in een nieuwe video. En dit is een kerst-action snoep dinges video. Heel groot zak. Wow. Oh ja, ik heb er dus ook, jongens, heel gezellig, deze masker bij. Die kun je vast wel doen, Michael. Nou, give it to me. We gaan dus gewoon even lekker action kerstsnoep proeven. En cijfers geven, zoals alle andere snoepvideo's die ik gedaan heb. En that is basically it. Is er één? Zijn er meer? Gelukkig is het er één, dus ik dacht die is wel leuk, ja. En jij hebt deze ook met een reindeer. Ik zal het even laten zien, dus we meteen eerst moeten gaan proeven. Kijk, hier zie je een reindeer en die kerstman. Christmas Mask and Candy heet het. Hallo. Oké, doe maar weer af, want dit ziet er echt heel raar uit. Oh, oh, oh. Oh my god. Oké, dit zijn volgens mij gewoon zuurstofjes. Hoe noem je dat? Van de candy canes. Oh, lekker veel, het is weer echt lekker plastic waste, jongens. Alles zit in plastic, drie dubbel keer. Oh, dat is wel zonde. Ja, oké. Maar deze moet je eigenlijk in de kerstboom hangen, toch? Ja? Oh, ging dat vroeger zo? Maar mijn is al gebroken. Maar dan moet je jou even laten zien voor de camera. Kijk, nou, schattig. Ja. Oké. Okay. Heel schattig. Heb je hem in één keer opgegeten? Mm-hmm. Hij was gebroken, dus ik moest wel. Oh. Nee, je moet eigenlijk niet kauwen, hè? Nee, hij pakt heel geen tanden. Oh my god. Wel een mega plak snoepje, ja. Ja. Is wel irritant. Oké, okay, cijfer. Ik durf me wel mond wegmaken ook zo meteen. Voor de pakkerigheid echt een 3 of zo. Ik denk een 6. Dan vond ik het echt niet vies. Ja, ik denk dat als je van dit soort snoepjes houdt, dat je plakkerigheid ook wel oké vindt. Ik ga voor 6,5. Oh my god, ik ga houden. Sorry, lekker vies op camera. Oké, volgende. Laten we eerst even dit inschenken. Deze unicorn. Oh, yeah. Tears, sparkling apple drink. Ik dacht, unicorns kunnen natuurlijk gewoon altijd overal bij, jongens. En we moesten ook wat te drinken. En ik dacht, deze vind ik wel echt heel leuk. Unicorns is altijd. Heb jij de glazen staan volgens mij achter ons? Ja. Ik krijg het natuurlijk weer niet open. Classic. Oké, almost open. Yes. Waarom gebeurt dit altijd op video's? Let's do this. En het is sparkling. Ja, het is gewoon zoiets als kinderchampagne. Oké, cheers. En cheers voor deze video. Doe vast even je duimpje omhoog, jongens. En abonneer op mijn kanaal als je het niet hebt gedaan. Want ik doe deze maand Vlogmas. En dit is een extra video van de Vlogmas. Super gezellig. Cheers op de unicorn tears. Ik dacht, net voor kerst kunnen wij nog even lekker kerstsnoep proeven. En kijken welke lekker zijn, welke ik kan halen voor kerst. Of welke niet. Ik vind het op zich wat te doen. Nou, dat is best wel lekker. Ja. Dit krijgt van mij een 7. Nee, 6,5. Ik zie hier iets heel leuks. Het zijn kleine sneeuwpopjes. Zal ik het even laten zien, want ik heb lange armen. Winter Fun Time, sneeuwpopjes. Dit is de verpakking, maar ze zitten toevallig aan de andere kant. Kijk. Oké, mag maar open. Okay. Ik was natuurlijk bij de grootste Action Nederland. Daar heb ik deze snoep gehaald in Enschede. Ga je voor degene met de rode hoofd of het zwarte hoofd? Rode hoofd. Oh, het is denk ik melkchocolade. Kijk. Die van mij ook. En je kan hem openmaken. Er zit denk ik wat in, of niet? Nee hoor, ik kan gewoon zijn hoofd afbijten. Oh, dat is gewoon leeg. Niks verrassend of zo. Gewoon een chocolaatje. Ja, maar soms heb je wel van die kerstdingen dat het dan echt niet lekkere chocola is. Mm. En dit smaakt wel echt gewoon naar chocola. Ik geef het wel 7,5. Nou, ik geef het gewoon een 7. Want ik had nog wel een soort van speeltje verwacht van binnen. Dat had makkelijk gekund, daar is hol. Ik ga voor... Ik ga voor deze. Fortune cookies! Fortune cookies! Het zijn er ook maar 8. Het lijkt een hele grote doos, maar het zijn er maar 8. 8 pieces staat erin. Ja, maar die zijn toch ook best wel groot?
Mm-hmm. Ik dacht even geen chocola, maar nu dan even voor de afwisseling wat anders. Ja. In een golden verpakking. En die andere 6 weet ik nu waar ze van gebruiken. Dat ga ik ook met de squat. En die andere 6 daarvan gebruiken. Top! Oké, ik ben benieuwd. Gaan we ze opeten of alleen breken? Nee, we moeten ze proeven ook, toch? Ja. Oké, ik heb staan. Morgen zal uw geluksdag zijn. Ja. Morgen? Good to know. Oké. Je ziet er geweldig uit. Nou jongens, kersttruien aan. Ja. Ziet er ook geweldig uit. Ja. Je ziet er geweldig uit met die mooie kerstmannen ding op je kop. Ziet er vandaag geweldig uit en morgen geluksdag. Nou, dat is echt even leuk. Helemaal top. En het was op zich wel een lekker koekje. Ja, toch? Ik vond hem niet, meestal zijn ze heel droog. Dat zijn deze niet. Nee, een beetje zoet. Ja. Ja. Ik neem gewoon nog een stukje. Ik vond het een 6,5. Zo lekker was het natuurlijk ook niet. Ja. Het is gewoon een leuke ervaring of zo. Dus voor de ervaring krijg je dan toch 7. Nou, ik geef ook een 7. Want de meeste fortune cookies, die vond ik heel droog en deze niet. Dus wel pluspunt. Oké, top. Je had het net over chocolaatje met speeltjes. Ik zie hier een soort ballen. Dus misschien dat daar wel iets in zit. Ik zie ballen. Jongens, dit is een Milka. Milka kerstballen. Snowballs. Met een label staat erbij. Oh, kijk nou. Twee. Two colors. Oh, je kan wel gezellig met z'n tweeën eten dus. Dan ook. Oh, hier van jou. Dankjewel. Kijk, labeltje. En eitje. Ik ben benieuwd. Oh, het ziet er ook echt uit als een kerstbal. Oh ja. Dat is echt superleuk. Maar dat vind ik wel cute gedaan van Milka. Kijk. Dat is wel echt leuk. Ik hoop dat jullie het zo kunnen zien. Maar... Ja, het relief erop ook. Ja, hier een beetje zie je het zo. Kijk. Oké. En dan? Dat witte eruit lepelen. Oh, je kan boven de dingen kan je... Kan je sneeuw eruit eten. Oh ja. Het proeft denk ik een beetje kinderbeweging al. Het smaakt een beetje naar Milky Way ook dit. Nou, dit is wel lekker hoor. Ik vind deze heel lekker, ja. Ik krijg alleen van Milka altijd pijn in mijn keel. Daarna, als ik doorheb gesleept. Cijfers, Mike. Nou, misschien wordt dit wel de lekkerste, denk ik, van de video. Dus ik ga gewoon meteen voor een 9. Oh, wauw. Ik vond het wel een leuk iets of zo. Het is wel gezellig. Een beetje zo uitpakken en dan opeten en uitlepelen. Dus het krijgt van mij een 8. Dan gaan we nu voor niet-chocolaar. En dat is de Haribo Minis. Merry Christmas Haribo Minis. Ik denk dat het dan gewoon van die gummies zijn. Alleen dan met kerstboompjes of zo. Gewoon van die kleine zakjes. Zijn ze allemaal hetzelfde? En het zijn dan... Beertjes. Nee, het zijn geen beertjes. Wacht, ik weet niet of het lukt, jongens. Oh, sneeuwklokjes. Ja, kijk zo. En kerstboompjes. Kerstboompjes, en sneeuwklokjes. Ik vind deze lekkerder met allemaal in je mond dan maar 1 of 2. Oh. Nou, ik vind het een 5. Sorry, gummies hebben nooit voor me gedaan eigenlijk. Nu weer niet. Nee. Maar ja, het is ook niet als kerstsnoepjes heel origineel. Nee. Nee. Nou, gewoon een 4 eigenlijk. Oh, heftig. Oké, jij bent weer. Haribo, bye. Bye bye, Haribo. Haribo boeboe. Kijk hoor. Oh, maar het zijn Dane. 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 Kijk. Milka / Dane. Dit maakt gelijk ook met lange armen. Dus. Vroeger verkochten ze dat toch bij IKEA, Dane. Oh, dat weet ik niet meer hoor. Dat zijn ook rond. Kleine kerstballetjes. Karamel van binnen. Huh? Karamel. Maar wat is het kerstidee erachter? Wat staat erop? Ik weet niet, het is denk ik gewoon verpakt in kerst. Want ik zag wel hier zo'n kerst... Ja, maar er staat ook kijk, het zijn kerstkleuren wel, maar... Het gaat nu voor... Heb jij wel een cijfer gegeven? Oh ja, meteen. Pannenkoek? Heb jij een cijfer gegeven dan? Ook niet. Nee, maar ik geef een 8. Oké, ik geef het een 7. Matig? Nee, een 7 is best goed. Want een 6 is matig. Ik ga niet voor een koekje. Een kerstkoekje, jongens. Extra Christmas. Tree cookies. Deze zouden wel eens heel vies kunnen zijn. Maar dit is het koekje. En met chocolade achterkant. Chin chin. Aan binnenkant. Het lijkt hem. Het zal misschien een beetje proeven als een liga. En met spikkels. Hoe noem je dat? Disco dip.
Als zal ik dit eens geven? Ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het niet vies, maar ik vind ook niet dat ik denk van nou, ik ga dit nu echt kopen nog een keer of zo. Maar wel opeten. Ja, dat is, dit is zo'n ding dat als je dan alleen thuis bent of je bent en je hebt cravings, dat je dan gewoon het wel stopt te vreten. Alles opeten. Ja. Oké, 6,5. Ja, ik vind het een 6. Het is een laars. Het is maar eigenlijk een sok toch? Voor het, kerst. Oh ja, maar dat kan dus ook gewoon voor Sinterklaas en voor kerst. En je gaat toch niet je laars aan de gootsteen, hoe noem je dat? Aan de schoorsteenmantel hangen. Dat is een sok, ja. De sokken waren op. Dan moet ik toch openscheuren, denk ik. Er zit nergens een openingetje dat je ze gewoon. Nee, hè? Ik dacht, dan kan je die laars intact houden. Hier kan je iets doen. Maar... Nou, de verpakking is sowieso onvoldoende. Ja, inderdaad. Handig. Ik dacht, dan kan je namelijk af en toe er eentje uithalen, maar dat is... Nou, dus nu ziet het er inmiddels al zo uit. Ah, oké. Okay. Oh ja, die mini M&M's die zijn wel leuke zakjes. Kijk, mini M&M'tjes, maar ook Milky Way bedoel ik, Snickers en Mars. Dat is wel vrij weinig. Ja. Zo'n doos. En wat eruit komt is dit. Ja. Dat vind ik niet zoveel. Nee. Maar, en weet je, van die celebrations vind ik die Dove chocolaatjes met die karamel erin nog de allerlekkerste. En die zitten hier dus niet in. Oh, ik vind de Bounty het lekkerste. Er zit er maar eentje van in. Okay, nou, dan neem ik die Bounty. Nee, ik hoef dit niet te proeven op zich, want ik weet hoe dit proeft. Ja. Dus ik geef dit gewoon echt een 4, want ik vind het verpakking wel leuker uitzien. Maar rest niet te openen en je hebt dan meteen alles in je handen. Ja, en het is niet eens een sok, maar dan een laars. Ja. Ja, ook dat. Ja, nee, gewoon een 3. Oké, okay, next. Ja. Thank you, next. Ik moest een slokje. Ik mocht kiezen, maar doe die verklaard. Oh ja, jij mag kiezen. Dit smaakt die huisje. Ja? Er zitten volgens mij ook meerdere dingen in. 3 keer. Ik zie nu tenminste al wel meteen dat je het goed kan openmaken, want er zit gewoon zo'n ribbeltje ding aan. Hier. En de huisjes. Zo, en je kan hem sluiten, kijk. Maar weer opnieuw dicht maken. Ja, dus dat is dan wel leuk, toch? Kan je hem bewaren ook? Ja, dat vind ik dan wel in. 1 keer een rolletje Smarties. 1 keer een pop. En gewoon die doosjes. De classic Smarties. Zullen we die pop doen? Want daar ben ik nog het meest benieuwd naar. Ja, kijken of die lekkerder is dan die eerste popjes. Maar er zit wel wat ja. in. Zitten zeker Smarties in? Nou, dat heb je goed bedacht. Ja, goed hè? Maar... Zo ben ik. Ah! Oh my god, het schiet overal heen. Oh my god. Oké, ja. Het is dus gewoon... Ik heb nu alleen dit stukje kerstboom. En er zitten ook Smarties in. Dat is gewoon chocola. Want dat is net bij die andere popjes ook kunnen doen. Dat er nog wat in zat. Dus zoals dit. Ja. Maar nu is het wel overal toe. Ik vond die ander wel lekkerder. Oké, cijfer. Ik weet niet meer wat ik voor die andere had gegeven. Verpakking leuk. Ja. Ontploffingsmoment was ook leuk, maar ik denk niet dat het altijd hoort te gebeuren. Maar het is ook wel jij die het openmaakt. Oké. Okay. 7,5. Nou, 7. Oké. Last but not least, laatste maar niet minste. Dit is een... Oh, het is allemaal in Tsjechisch, wacht. Tsjechisch. Krijtkoek met cacao coating. Oeh. Is dat een soort ontbijtkoek, toch? Krijtkoek. Okay. De verpakking is echt super cute, vind ik. Het is echt gewoon een kerstboom. Maar die ziet er wel leuk uit. Ja, ik vind dat wel de leukste verpakking tot nu toe, denk ik. Ik ben heel benieuwd waar dit naar smaakt. Ik heb geen idee. En ook handig. Kijk, want dat klapt gewoon zo open. Oh ja. Oh, hij ziet er heel mooi uit, ook. Ja. Kijk, deze kruidkoek met... Oh, hij ruikt ook. Ja. Yeah. Volgens mij hebben we echt het lekkerste voor het laatst bewaard. Ik breek de topper af, dan mag jij de rest. Kijk. Yummy. Dit is toch waar ze die huisjes van maken en zo. Ik vind de kruidkoek een beetje droog alleen. Heel droog. Dan heb je nog wat van die unicorn tears drankje. Nou, dit is wel heel droog. Goed dat we dat drankje hebben meegenomen wel. Ik hè, want ik was in Enschede, jij was daar niet. Oh ja, goed voor jou. Heel goed voor jou. I know.
Oké, nou, deze verpakking geweldig. Ja. Hoe het eruit ziet, ook geweldig. Hoe het smaakt. Droog. Not so much. Nee. Maar ik geef toch een 6, want ik vond het wel echt een leuke uitziende. Nee, echt wel gewoon een 5. Wat? Zo erg? Oké. Okay. Ja. Ja. Ik kan gewoon niet meer praten met dat in mijn mond. Ik moet eerst wat drinken om weer... Nee. Hashtag aansteller. Oké, jongens, dat was hem. Dankjewel voor het kijken naar deze video. En dit was eigenlijk alles wat ik kon vinden in Enschede in die winkel. Ik had wel meer verwacht eigenlijk. Maar dat is wat het is. Dankjewel voor het kijken. Doe je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren als je het niet hebt gedaan. En vergeet je niet te kijken naar de Vlogmas als je daar nu instapt. En dan zie ik jullie volgende video. Couscous. Nou, en laat even weten of je niet lekkerdere chocolaatjes of andere snoepjes hebt gevonden voor ons. Ja. Couscous. We